Het is wel een beetje drapperig. Ach. Maar normaal doe je al je mond open. Nou, hier krijg ik dus kortsluiting van. Oh, vind ik wel lekker. Echt heel lekker. Als je nog wat zoekt voorbij het kerstdiner. Ja. Zo, wat een smaakloze bende. Hallo, daar zijn we. Ruikt het lekker? Nee. Niet? Nee, het ruikt in de oven lekkerder. Oh, jammer. Het goed articuleren. Wij hebben toch de kerstproefvideo. Ja. We dachten dat het niet meer ging gebeuren, want we konden geen leuke producten vinden. En toen toch dat we de Lidl doorgingen. Ja, vandaag ineens in de Lidl allemaal leuke producten. Niet gesponsord, maar toevallig hadden we heel veel daar leuke dingen. Ik heb ook besloten dat het is vandaag vrijdag. Normaal zie je vandaag een vlog. Vandaag niet. Vandaag zie je deze video. Want ik dacht, dan heb je nog vrijdag, zaterdag en zondag om leuke dingen eventueel inspiratie op te doen uit deze video. Dat gaat gebeuren. Sowieso. Vooral die sapjes. Sapjes, ja. De vlog zie je morgen. Mocht je je druk maken, die zie je morgen. We beginnen gelijk maar, hè? Zullen we het gewoon doen? We hebben wel dingen in de oven en de airfryer zitten. Dus mocht je wat horen op de achtergrond, dan is dat... niet een vliegtuig die opstijgt. Nee, precies. Wij hebben hier... Ik heb ook alles op de video gezet in de verpakking. Dus die zie je als het goed is hier in beeld. Maar we hebben hier een breekbrood met veenbessen en camembert. En volgens mij moet je dit dan... camembert, kaas. Kaas, ja. Dan moet je breken en dan dippen. Ja, maar volgens mij dipt het niet zo heel lekker. Oh... wel lekker. Dit moet toch zo helemaal smeuig zijn, of niet? Nee, dat is het dus niet. Dat kan je natuurlijk nooit zien. Maar moet het wel? Maar dan moeten we hem langer in die oven doen. Nee hoor. We doen het gewoon met een mes. Wil je mes pakken? Smeren we het op. Ik denk wel dat jij dit heel lekker vindt. Ik denk het ook. En mocht je je afvragen, mag je dit allemaal hebben in je zwangerschap? Ja, kazen uit de Nederlandse supermarkt zijn nooit rauwmelkskazen. Dus die mag je gewoon hebben. Gepasteuriseerd. Zo. Ja. Dat weet. Kennetje hoor hier. Als we er nog één nemen, dan weet ik echt alles. Maar dat doen we niet. Cheers. Cheers. Maar dat vind je echt lekker. Ja, dat vind ik echt lekker. Ja. Nou, ik vind het ook wel lekker. Ja. Oh, ik vind die besjes erbij ook lekker. Dat net een beetje zoete. Ja. Zit Oreo nou in de kerstboom. Ja, ik vind het lekker. Heel lekker. Ook wel leuk. Ja. Lekker als dit wel dipbaar was. Ja, maar dat moet echt dipbaar zijn inderdaad. Dan was het heel leuk. Het is ook helemaal niet warm. Nee. Had misschien in de airfryer groente. Nou. Nog steeds heel lekker. Ja. Leuk. Eerste product geslaagd. Van alles wat we hebben, vind ik een sapje, zie ik echt het meest tegenop. Dus die wil je eerst? Nou, in ieder geval één. Dan hebben we dat maar gehad. Welke zie je het meest tegenop? Ja, ik denk... Ja, het is echt kiezen uit twee... Kwaden? Ja. Dat lijkt me best wel lekker. Wil je eerst laten zien wat het is? Het is... Stoofpeer, yoghurt, appel, sap. Wat maar deze dan? Weggaan? Mango, banaan, appel, avocado... En spinazie. Die komt straks. Nou moeten we die er wel achteraan doen. Nee, hoeft niet. Je kunt hem ook later doen, maar... Nee, die gaan we achter elkaar aan doen. Want ik dacht, bij de kerstbrunch of lunch of ontbijt wil je natuurlijk ook een sappie. Wij doen de hele tijd brunchen omdat we kleine kinderen hebben. Ja. Het is wel een beetje drapperig. Och. Is het nog goed? Ja, 28,12. Ja, het is gewoon de peer, lieverd. Oké. Nou. Ja, super. Proost. Cheers. Zin in. Is toch lekker? Je vindt het wel lekker. Ja, ik vind het wel lekker, maar ik krijg kortsluiting. Ook ik vind dat stoofpeertjes smaken echt wel lekker. Nee. Nee. Ik ga hier denk ik serieus één voor halen voor onze kerstbrunch met mijn familie. Nee. Die neem ik dus niet. Ik vind dat stoofpeertjes smaken echt wel lekker. Ik vind het echt niet zo lekker. Ja, ik vind het... Nee. Nee, weet je... Nee. Ik kan het niet omschrijven. Oké. Gaan we die meteen doen, ja? Ja. En dan de gezonde dingen? Mango, banaan, appel, avocado en spinazie. Ik dacht dat het mango, appel, banaan en spinazie was. Want Melusi had ook eentje met andere avocado. Wat was dat eigenlijk? Ja, sinaasappel, avocado, nog wat. Ja, toen dacht ik, oh, ik wil eigenlijk geen avocado drinken. Want ja, wie wilde nou avocado drinken? Jij? Proost! Proost. Oh, het valt me nog mee. Hij ruikt erger. Hij stinkt. Maar dat vind ik altijd met dit soort sappies. Dat is net of je boven een... Hoe heet dat? Groene bak. Ja. Ja. Mm. Heb ik ook niet zo lekker. Ik hou gewoon niet zo. Ik vind het zo zonde altijd om groenten erdoor te doen. Nee, om groenten door sapjes te doen. Oh. Ik vind sapjes heel lekker, maar voor mij hoeft er gewoon geen spinazie in. De avocado proef je trouwens helemaal niet. Nee. Maar ja, voor mij, ik eet mijn groenten wel. Ik vind het niet zo lekker. En ik weet niet, mijn maag merk ik ook die het niet zo lekker vindt. Nu al? Ja, dat is altijd zo. Ik denk dat is gewoon kortsluiting. Die protesteert gewoon door de grond. Ja, echt. Ik weet het niet hoe dat kan. Geen groente. Nou, ik weet, ja, maar ik word dan echt een beetje misselijk. Okay. Heb jij dat niet? Nee, jij hebt dat niet. Nou, we moeten nog heel veel. Ik hoorde de airfryer volgens mij. Ja, maar dit is, dat bedoel ik met het gezonde deel. Oh. Dus dat zou ik even pakken. Pak jij het eens even. We hebben bloemkoolkaas nuggets. Lekker, en ik denk dat dit een soort van vegetarische vorm van kipnuggets is. Ja. Ze zien er best wel lekker uit, maar ja, alles met gefrituurd is met een krokant jasje. Ziet er lekker uit. We hebben ze in de airfryer gedaan. Ja. Best lekker, hè? Oh. Best luchtig. Ja. Krijg je hier geen kortsluiting van? Nee. Ik zal de binnenkant even laten zien. Het is gewoon een stuk bloemkool. Met kaas overheen en daar een... Ja. Krokant jasje. Ja. Ik vind het lekker. Nou. Mooi. Het is nu al geslaagd. Deze is ook best krokant voor een airfryer hapje. Nou, goed gekeurd. Ja, echt wel lekker. Even naspoelen met zo'n lekker sapje. Ik vind dit serieus lekkerder dan een kipnugget. Komt omdat hij wat luchtiger is. Dat denk ik. En er zit gewoon meer smaak aan. Er zit best wel wat smaak aan, ja. Ja, ja, die komen wel op. Oreo, echt. Die kant zit elke keer in de mand die we onder de kerstboom hebben. Korter. Oké, dit snap je alleen als je het kent. Ik heb wel zin in zoiets. Mm. Ik ben heel benieuwd naar deze. Ik heb hier mijn mond doen branden, jongen. Normaal kijken, niks aan de hand. Maar normaal doe je al je mond openen. Oh, dat was warm. Word je even blussen met een lekker sapje? Dat staat ook vaak op de verpakking. Even af laten koelen. Ja. En aangezien ik nooit verpakkingen lees. Wil jij een arm of een been? Een hoofd. Een hoofd? Nee, dat is misschien wel radicaal, hè? Kan niet hoor. We doen allebei een arm. Oeh, hij is hard. Wat is dit? Een gingerbread man. Jij bent echt wel een ginger. Ja. Hap. Weet je wat het mist? Wat mist? Weet je wat het mist? Nee. Frosting? Ja. Zo, hij is er echt één. Maar wel, hè? Ja. Ja. Weet je waar het naar smaakt? Gingerbread man. Thai. Ja, maar dan minder thaaiig. Hoe zeg je Thai aan het Dan is het Thai. Eén minder Thai. Het is krokant dan. Ja. Nou, hij is niet heel krokant. Ik vind het wel lekker, maar ik zou het niet kopen nog een keer of zo. Oh, zullen we deze doen? Bij de versafdeling was deze trouwens. Ja, die sorry, we hebben heel veel producten. Ja. Dus we moeten een beetje... Een beetje, nou het valt ook wel mee hoor, nou, maar gewoon een beetje doorpassen. We hebben geen mes. We hebben geen mes. We hadden net nog een mes. Gewoon dippen. We hebben... Hoe heet het ook alweer? Mokka. Mokka spread with coffee bean pieces. Ik had nooit mokka zo geschreven. Ik had überhaupt niet mokka geschreven. Maar jij kwam hiermee aan. Ja, maar ik dacht, ah, leuk voor de proeverij. Maar zal ik eens voorlezen wat er in de beschrijving staat? Nee. Dan krijg jij per direct kortsluiting. Smeer pasta met koffiesmaak en stukjes koffiebonen. Ja, dat zei jij ja. Toen dacht ik, Maar goed, okay. Koffie is over het algemeen wel lekker. Maar koude koffie niet. Ja, ook heel koffie. Waarom? Hoe verslaafd ben je aan koffie dat je koffiespread doet? Ja, koffie op je cracker of op je boterham. Maar waar doe je dit op? Op je brood. Op je lekker broodje koffie. Nou. Dan is het letterlijk een koffiebroodje. Nou, hier krijg ik dus kortsluiting van. Oh, vind ik wel lekker. Nee, dat meen je niet. Nou, nou. Jij lust niks van met koude koffie. En dit vind je lekker? Hier heb je nog een stukje. Nou, ik vind het niet vies. Nou, ik vind het ook niet vies, maar ik zou echt... Ik denk niet dat het opkomt. Nee, het is dat je er lekker in hebt zitten dopen. En... Anders had ik het weggegeven. Nee, maar dit is geen... Maar wel geinig. Geinig. Er was er ook eentje met hazelnut. Ja, ze hadden een heleboel verschillende smaken. Ja, hazelnut en nog meer. Ik weet eigenlijk niet wat er nog meer. We hebben een blini kit. Dan kan je zelf blinis maken. Ik vind een grote kit voor heel weinig inhoud. Ja, met geitenkaas en vijgenchutney. Er zit niet zo heel veel in, dus je kan niet zoveel blinis maken. Wat is een blini? Ja, dat is dus zo'n poffertje. Het is een soort van, volgens mij een kruising tussen een pannenkoekje en een poffertje of zo, zoiets. Maar in ieder geval, ik ga er dus geitenkaas spread op smeren. En je spoot mij op. En vijgenchutney. En dit kan je dus koud en warm eten. Maar wij hebben ervoor gekozen om het een beetje warm te maken. En ik denk dat dat echt wel een stuk lekkerder is. Denk ik ook. Kijk je ernaar uit? Ja, ik denk dat ik dit wel lekker vind. Het is niet Nederlands, denk ik, hè? Wat is niet uit? Ja. Als je ernaar uitkijkt. Jawel, het is wel Nederlands. Ik dacht dat het slagroom en jam was. Dus dit is wel een hele andere... Geitenkaas. Weinig smaak. Ja. Vind je niet? Nou, ik had de geitenkaas ook iets zouter verwacht of zo. Heb je hem in één keer opgegeven? Ja. Wow. Radical. Ik deed dat alsof ik zo'n crimineel was. Valt mij een beetje tegen. Ik had er meer van verwacht. Ik had ook verwacht dat jij er meer van had verwacht. Nou, dit zou wel potentieel iets zijn wat ik heel erg... Maar met alle respect. Het is wel echt een heel veel op het oog van milieuvriendelijkheid. Is dit niet milieuvriendelijk? Het is heel veel verpakking voor heel weinig inhoud. Ja, maar ja. Maar goed, wel ook leuk. Grappig. Ja. Ja, maar nee. Nee niet iets wat ik echt geweldig vind of zo. Nee. Ik ben ook wel heel benieuwd naar deze. Heb jij de doos daar? Ja. Hebben we die niet hier? Chocoladestol. Chocoladestol met hazelnoot, karamelspijs en chocolade. Voor de mensen die niet echt van spijs houden, wel een goed alternatief. Ja. Misschien dus, hè? Weet je wat ik altijd doe? Ga je smeren? Ja, ik ga dat spijs altijd uitsmeren. Jij niet? Ik ben benieuwd, want er staat chocoladecake, maar zo chocolade lijkt die niet. Nee, helemaal niet. Ik vind het niet zo lekker. Ik hou gewoon niet zo van spijs. Spijs vind ik wel lekker. Waar is de chocolade? Maar je proeft hem wel, maar voor chocoladecake zou ik toch meer chocoladesmaak verwachten. Er zit wel kleine stukjes. Kunnen die koffie wel doen, erop. Er zitten wel kleine stukjes chocola in. Oh ja? En ja, dit is allemaal chocola. Oh, ik dacht dat dat de rozijnen waren. Oké. Okay. Nou, nee, ik vind het niet zo lekker. We doen nog even een stokje oranje. Nou, ik vind het wel lekker. Maar ik zou net zo lief gewoon... chocoladebrood. Zo'n chocolademuffin. Nee, zo gewoon een kerststol eten. Ja. Ik vind het niet per se een meerwaarde. Zullen we deze doen? Ja, leuk. Filled snack balls. Je had ze in goat cheese flavor en in zalm. En nog één. Gewoon oh, en kaas. Nog één. En gewoon kaas. Maar wij hebben de geitenkaas. Dus ik ben benieuwd of deze nog... Ik zou eerst de zalm doen, want ik wist niet of mijn moest dat mocht. Nee, ik denk dat ik het wel had gemogen hoor. Ja. Maar ik vind het een rare snack, zeg maar. Met zalm. Maar sowieso vind ik het een rare snack. Het lijkt alsof het warm moet. Nee. Ja, je hebt toch wel van die kaasballetjes? Hmm. Oeh. Heel krummelig. Heel die kaas. Heel kazerig. Ja, maar een beetje echt zo krummeldroog. De kaas had iets smeuiger mogen zijn voor mij. Snap je wat ik bedoel? Ik had hem sowieso smeuiger verwacht. Overal. Ik vind hem niet zo heel lekker. Nee, ook niet. Mijn buik ook niet. Dat is raar, hè? Ja, wel handig dat jouw buik gelijk gewoon feedback geeft. Ik denk, nou ja, dit moeten we niet hebben. Oh, het is ook heel kazerig. Waarin dat andere ding te weinig kazerig was. Ja. Misschien kun je deze tegelijk in je mond stoppen. Nou, ik ben blij dat ik niet die zalmballetjes heb genomen, zeg. Ja, dan was het heel zalmerig geweest misschien. We hebben hier nog twee dingen in zitten. Okay. Ik ben ook wel benieuwd naar deze. Het is niet echt per se een kerstding volgens mij. Maar het is een pastel de nata. En dan zeg ik het op zich heel erg Nederlands, maar ik weet gewoon niet. Volgens mij is dit iets Portugees. Ja, je vastloper. Pling. Ja. Hallo. Maar dit is iets Portugees. En mijn vader die roept al tijden, als je deze een keer ziet bij de Lidl moet je ze meenemen. Hallo Skittles. En ik had ze nog nooit gezien en nu waren ze er. Dus toen dacht ik, oh, dit nemen we mee. Zal ik eerst een hapje nemen, want dit gaan we natuurlijk nooit... Het is volgens mij iets van... Er zit iets van room of zo in. Oh. En dan is het gepasteuriseerd. Nee, hoe noem je dat? Geflambeerd. Geflambeerd. Ik wist dat het iets met eert was. Oh, lekker. Mm. Heel lekker. Mm-hmm. Ik vind het wel heel lekker. Het is echt van die lekkere... room. Banketbakkersroom. Vind je het niet lekker? Nou, ik zou het zelf niet kopen. Ik wel. Nee. Heel lekker. Ik neem nog een hapje. Nee, ik zou het zelf niet kopen. Mm. Als jij op zondagochtend zou zeggen, oké. We hebben dit in huis? Nee, je gaat naar de Lidl. Mm. Speciaal hiervoor. Maar als hij in huis was, dan zou je hem opeten. Nee, ik ook niet. Want ik heb gewoon ijzeren wil. Oh, je hebt er echt wat moois van gemaakt. Ja, zeker. We hebben luxe friet met truffelsaus. Heb je eerst die kaas eroverheen gedaan en dan dat sausje? Ja. Lekker hè? Het ziet er wel lekker uit. Ja. De frietjes zien er ook echt sushi uit. De frietjes zien er heel lekker uit. We hebben het in de airfryer gedaan. Ja. 20 minuten? 15. 15? Maar wel meer warmte. Mm. Nou, lekker. Je moet wel echt van truffel houden. Nou, je kan ook minder saus erop doen. De truffel zit volgens mij op de frietjes. Oh. Mm. Goeie frietjes voor in de airfryer hoor. Goeie frietjes en goede truffel. Lekker hè? Oh, dit is echt een aanrader. Mm. Ik wist niet dat jij van truffel hield. Ik dacht dat je daar niet van hield. Van luxe frieten vooral. Mm. Oh. Maar dat vind ik niks voor jou. Nee, ik denk dan, friet moet gewoon friet zijn. Bij jou? Nee. Lekker. Echt heel lekker. Als u nog wat zoekt voorbij het kerstdiner, ja, ren naar de Lidl. Haal de luxe friet met truffelsaus. Ja, echt lekker. Lidl, als je ons met terugwerkende kracht wil sponsoren, ja, dan staan we daar geheel voor open. Maar... momentje. Momentje. Hij gaat wat zeggen. Oh. Ik heb zelden tot nooit zulke knapperige frietjes uit de airfryer gehad. Ik weet niet wat ze ermee hebben gedaan, maar het is echt lekker. Oh, jij mag niet. Nee, jij mag niet. Nee, ik heb al 4 gehad. 15, 16. We hebben een hele bak nog, dus neem jij maar lekker. Oké. Okay. Omdat je zo aandringt. Ja. Oh, echt lekker. Mm. Veel lekkerder dan ik had verwacht. Ja. Overtreft ook echt mijn verwachtingen. Ja. Ja, ik denk echt wel een hele leuke toevoeging op je... kerstdiner. Kerstdiner, ja. Zeker weten. Ik denk dat wij dat ook gaan doen. Echt? Met mijn ouders, in plaats van krieltjes. Oké. Okay. Nou, dan neem je dat mee. Ja? 28 pakken truffelfriet. Ja, je moet wel veel van die pakken hebben, ja. Ik denk dat deze dus heel erg gaan tegenvallen. Ik weet wel zeker. Ze lijken zo lekker in de verpakking. Nee. Gingerbread with dark chocolate and sugar glaze. Maar als je dat hoort. Wat ik zei met die gingerbread man, ja, is dit wel beter. Ja, want hier zit dus je glaze over. En je sugar. Wil jij de witte of de... wat denk je? Dat weet ik niet. Wit natuurlijk. Wit natuurlijk. Maar dat zal ineens suiker zijn, denk ik. Moeten we, nou ja, we moeten van allebei een beetje nemen. Ja. Oh, ik kun je hier zo ziek op eten. Maar ik denk dat je echt na 2 gewoon... nou, dit is zo'n ding. Dat staat er. En je inderdaad, wat jij zegt... je hoeft eigenlijk niet. Maar je blijft gewoon eten. Omdat er niks anders is. Ja. Ik vind deze wel lekkerder. Ja. Nou, ik vind het gewoon niet zo heel bijzonder. Is het ook niet, maar wat ik al zeg, je kunt er echt ziek van worden. We hebben nog 2 dingen. Wat hebben we nog meer dan? We hebben nog een scone met kaneelsmaak. En we hebben nog... je toetje. Jouw toetje. Weet je, ik ben niet zo van de scones. Nee, dat is een droog. Hele onpopulaire mening inderdaad, maar ik vind het altijd een beetje droog. Ja. Eigenlijk, want ik zag ook... een soort slagroom bij. Ja, dat clotted cream. Clotted cream, je wilde het ook zo zeggen. Slagroom. Ik zag... even tuinhout. Ik zag dat ze daar ook een potje van hadden bij de kerstafdeling. Dus eigenlijk hadden we dat moeten meenemen, maar dat heb ik niet gedaan. Jammer. Gemiste kans. Ja. Oh. Heb je deze bij de persafdeling? Proef je wel. Hij is best lekker. Ik vind hem heel lekker. Hij is niet zo heel droog. Nee, hij is een beetje smoothie. Ja. En een goede kaneelsmaak ook. En een beetje fris door... weet ik niet. Die proef ik dan weer niet, hè? Oh. Lekker. Lekker. Weer het toetje al hier? Ja. Oh, daar hebben we er nog een. Oh ja! Oh ja! Oh ja, die was ik al vergeten! Sven die vond dit bij de kassa. Dat is toch leuk voor je kinderen? Milka Snowballs. Er staat ook echt een lepeltje bij inderdaad. Dus... voor de kids. Voor de kids. Misschien inderdaad leuk. Het ziet er in ieder geval wel leuk uit. Schattig. Ook een mooie decoratie. Ja. Ik ben benieuwd, is het dan ook zacht aan de binnenkant dat je het met een lepel moet eten? Ja, waarschijnlijk wel. Leuk zeg. Maar we hebben 3 kids in de familie bij jou. Ja. Dus we kunnen deze bewaren. Zou kunnen. Ik denk niet dat ze het halen, maar... zal ik eerst afhappen? Ja, ik ben heel benieuwd. Misschien zit je er wel helemaal onder. Ja, dat zou ook kunnen. Heel intens. Mm. Ik denk dat het heel lekker is. Ja? Ja. Zou Olivia hier gelukkig van worden? Olivia wordt overal gelukkig van. Heel lekker. Heel zacht. En die milk en chocola, ik vind dat ook gewoon een goede. Ja. Wel echt melkig, maar... Maar weet je ook wat het voordeel is? Het valt qua substantie ook wel mee hoeveel het is. Mm-hmm. Omdat het zo moestig is. Lekker moestig inderdaad. Ja. Leuk. Lekker. Ja. En nu Sven's stoetje. Hier kijkt Sven het meest naar uit, denk ik. Ik ben wel benieuwd, ja. We hebben een Mango Passion Fruit Royale. With vanilla flavored ice cream covered in mango preparation with a core of passion fruit sorbet and decorated with white chocolate chips. Hé, hey, als dat niet lekker wordt. Auw. Zo, wat een smaakloze bende. Of niet? Ik proef letterlijk bijna geen mango. Toch? Of liggen mijn smaakpapillen nou helemaal lam van alle... Ik denk, je moet het hele toetje opeten om eventjes wat geproefd te hebben. Maar deze valt echt tegen. Het mango-ijs bij de all-you-can-eat sushi tent smaakt meer naar mango. Ik vind het heel teleurstellend. Ja, hè? Echt, toch? Ja, maar ik vind het ergens ook wel weer lekker. Want? Omdat het gewoon niet te is. Ja, maar het is ook niet echt. Het is alleen echt vanille smaak. Ik mis ook dat frisse. Hoef ik wel. Ja, wel een klein beetje. Maar weet je wat het ook is? Kijk, hier op de verpakking zie je ook zo'n hele koor. Dat zie je hier ook wel. Ja, oké, een klein beetje. Ja. Maar je moet gewoon dat hele ding hebben opgegeten. Nee. Ja, het is natuurlijk ook covered in mango preparation. Dus alleen dat is mango wat er overheen zit. Ah, verder is het gewoon vanille-ijs. Ja. Ik had echt mango-ijs verwacht. Dat is het echt niet. Nee. Zeg vanille-ijs met een vleugje mango. Heel in de verte een beetje mango. Nee, ik geloof het wel echt. Maar mijn smaakpapillen zijn gewoon heel erg verfijnd. Delicaat. Ja. Was dit het alweer? Dit was het alweer, jammer hè? Jammer. Ik vond het wel leuker dit keer. Nou, of een overduidelijke favoriet hè? Echt. Echt een aanrader. De truffelfrietjes. Ja, ik ga sowieso 2 bakken halen. Ja. Je rent gelijk terug naar de Lidl. Ja. En verder vind ik dus die pastel de nata vind ik echt lekker. Het stoofpeer ding vond ik wel, als je van stoofperen houdt vind ik dit wel lekker. Oh, en de cheese bloemkool. Ja, dat is ook wel een lekker snackie. En die dipbrood was ook lekker. Die was ook heel lekker. En ja, als je gaat brunchen, lunchen, was die scone ook wel lekker. Ja, eigenlijk best wel een succes. Best wel veel lekkere dingen. En dat toetje voor de kinderen was ook wel leuk. Ja, dat is ook erg leuk. En dit, ja, als je van een vleugje mango houdt. Nee, lekker. Ik zou dit nooit als toetje kopen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Vond jij het weer leuk? Ja, ik vond het leuk, ja. Ik vond het ook leuk. Ja, een leuke aflevering. Ik had niet verwacht dat we een kerstaflevering zouden doen. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Nee. Dus, nou ja, fijne kerstdagen. Geniet ervan. Pas op jezelf. Geniet ervan. Geniet ervan had ik al gezegd. Ik dacht, je doet dat. Oké. Ik dacht, dat doe je expres. Nee. Ik wilde zo'n hele wijze opmerking maken. Geniet ervan in de zin van... Laat je gewoon lekker gaan en maak je vooral niet te druk. Oké, nou bij deze jongens. Ja. Fijne kerst. Fijne kerst. Doei. Geniet ervan. Ik neem nog een lekker stukje mango.